Hallo allemaal, welkom bij Jeugdorkest Nederland, die hier op een plein in Enschede een beetje reuring geeft aan het begin van de zomertournee van 2013. Jeugdorkest Nederland is een club van de beste jonge muzikanten van Nederland, tussen de 14 en de 20 jaar. En één keer per jaar gaan we een grote tournee in de zomer maken. En dit jaar gaan we naar België, Frankrijk en we eindigen, zoals altijd, in het Concertgebouw in Amsterdam. In het najaar beginnen we met repeteren, gaan we een weekend samen keihard werken. En dan in de winter hebben we 4-5 concerten. En dan, zoals al gezegd, zoals we nu al beginnen, in de zomer een grote tournee naar het buitenland. Bijzondere muziek, bijzondere componisten en fantastische mensen om je heen die ook net zoveel van muziek houden als jij. Dit jaar spelen we muziek van Stravinsky, muziek van Rimsky-Korsakov, muziek van Mussorgsky. Prachtig pianoconcert van Grieg met een van onze allerbeste Nederlandse pianisten, Hannes Minnaar. Het wordt een fantastische tournee. We hebben hier 85 jongelui. Die hebben allemaal auditie moeten doen om in dit orkest te mogen spelen. We zoeken de beste uit. Mijn rol als dirigent is natuurlijk bijna opvoeder en dirigent tegelijkertijd. Ik probeer mensen niet alleen wegwijs te maken in de muziek, maar ik probeer mensen ook uit te leggen hoe muziek fungeert. Hoe het werkt om in een orkest te zitten en vooral hoe het werkt om in zo'n goed orkest te zitten. Mensen moeten leren met elkaar muziek te maken. Ze zijn stuk voor stuk allemaal fantastische muzikanten, maar je moet leren om in een orkest te functioneren, luisteren naar mensen die 20 meter verderop zitten, muziek maken met iemand die je eigenlijk niet kunt zien, die zo ver weg zit dat hij verscholen zit achter lange mensen ertussenin. Bijzonder aan dit orkest is natuurlijk dat het vanuit heel Nederland talenten bijeenvoegt. Mensen die in hun plaats in hun regio misschien wel tot de beste behoren, worden samengevoegd en in zo'n orkest moeten ze gewoon weer achteraan beginnen. Het feit dat je niet alleen bent in je idealen, het feit dat je net als anderen heel goed muziek wilt maken en dat er net zoals jij nog veel meer zijn die dat ook heel graag willen. En om dat enthousiasme en die ambitie allemaal in één orkest verenigd te zien, Jon is dus een logische stap in de ontwikkeling voor jonge muzici. Het Jeugdorkest Nederland is natuurlijk niet het laatste stadium in een ontwikkeling. Het is een tussenstation. Na het Jon kunnen ze terecht in het Nationaal Jeugdorkest, dat vanaf 20 jaar selecteert. En daarna krijg je het Gustav Mahler Jugendorkest, alle grote Europese jeugdorkesten. En wie weet, als ik het Concertgebouw dirigeer, dat heb ik een keer gedaan, dan zie ik een oud Jonne daar zitten. Iemand die samen met mij in dit orkest gezeten heeft, keihard gestudeerd heeft en daar op zijn plek is gekomen. En dan is de cirkel rond.